je spoorwegovergang van? Wat zie je als je aan komt rijden? Lichten, dat is al één ding waardoor die bewaakt is. We hebben vandaag een gastles gegeven. Het is de start van het nieuwe schooljaar. Voor ProRail ook. En in die lessen willen we met de kinderen stilstaan bij de risico's van onveilig gedrag op het spoor. Het afgelopen jaar zijn er op spoorwegovergangen 14 mensen omgekomen. Nou, vanochtend hebben we een overwegactie hebben gehouden op de Waardseweg in Woerden. Daar hebben we een aantal scholieren hebben daarop aangesproken op hun gedragingen bij de spoorbomen. Veiligheid bij ProRail, dat staat sowieso op nummer 1. En ja, we proberen hier toch een stukje bewustwording mee te geven aan de kinderen. Op het moment dat de bomen al omhoog gaan, wil nog niet zeggen dat je mag oversteken. Eerst wachten tot het rode knipperende overweglicht echt uit is. Een trein kan er nog aankomen. We hebben elk jaar nog veel te veel aanrijdingen op spoorwegovergangen. In 2013 hadden we nog 36 aanrijdingen en 14 dodelijke slachtoffers. Daar zijn ook altijd jongeren bij betrokken. Nou, ik heb daar eigenlijk nooit les over gehad en ik vond het wel interessant hoe het allemaal zat. Ik heb vandaag geleerd dat het heel gevaarlijk is op het spoor en dat als je toch wil oversteken dat er dan een ongeluk zou gebeuren. Het gewoon heel gevaarlijk is als je net gewoon even stoer wil doen voor je vrienden bijvoorbeeld, net voor het trein springen, dat is gewoon gevaarlijk. Nou, ik vind het wel zinvol om dit soort lessen te geven. Ja, al red je er maar één leven mee. Als de overweg sluit, mag niemand oversteken. En dat is voor uw veiligheid en ook voor die ander. Veiligheid. Als de spoorbomen gaan sluiten, mag je niemand spoor oversteken. Wegens dat levensgevaarlijk is. En je kunt je daarvoor gigantische boete krijgen. Steek niet over als de overwegbomen gesloten zijn en overweglichten op rood staan. Dank u wel. Wacht tot de rode licht gedoofd is. Er kan nog een trein komen.